Hoe kan cholesterol juist heel goed zijn voor je hart? Dit is de Universiteit van Nederland. Wie is er ouder dan 20? Wie is er jonger dan 20? Misschien is dat een makkelijke vraag. Nou, dan heb ik slecht nieuws. Meest van jullie denken, nou, na de puberteit is acne, het hebben van puisten, dat is voorbij. Maar na je 20ste, rond je 30ste, dan ontstaan er vasculaire puisten. Dat klinkt heel smerig. Dan ga ik even uitleggen. Vasculaire puisten, in de volksmond zijn beter bekend als aderverkalking. Dat is een verkeerde term, want dat verkalken vindt pas plaats in heel laat. In een heel laat stadium van het ziekteproces. Maar de officiële term voor dat ziekteproces is aterosclerose. In een aterosclerose hopen vetten zich op in de vaatwand. En dat gaat gepaard met ontstekingen, dus vetophopingen, ophoping van ontstekingscellen. En die ontstekingscellen die kunnen de vaatwand kapot maken. Die kunnen die vaatwand destabiliseren en dan kan die vaatwand ruptureren. Dat is een moeilijk woord voor openbreken. En als zo'n vaatwand openbreekt, dan ontstaat er een bloedpropje. En dat bloedpropje, als dat in de kransslagader ontstaat, dan kun je een hartinfarct krijgen. Als dat bijvoorbeeld in de carotis ontstaat, dan kun je een herseninfarct krijgen. En dat is nog steeds doodsoorzaak nummer 1 in het Westen. Nou, cholesterol, dat is een vetmolecuul. Dat is een van de veroorzakers van die hart- en vaatziekten. Het is toch een essentiële bouwsteen van celmembraan. Dus er is helemaal niks mis met dat molecuul. Maar als je systemisch, dus in je bloedplasma, heel veel cholesterol hebt, dan kan dat problemen geven. Nou, dan gaan we even naar een animatie kijken. Cholesterol is dat vetmolecuul. Dat is ingebouwd en wordt getransporteerd in je bloed, in je lichaam, door lipoproteïne nanodeeltjes. Hier is een voorbeeld. Die circuleren in ons lichaam, die nanodeeltjes. We zitten allemaal vol met lipoproteïne nanodeeltjes. En hier zit u het hart. En in de kransslagader zit u in geel die aterosclerotische plak. Dat is die vasculaire puist. Nou, er zijn er eigenlijk twee soorten cholesterol. Goed cholesterol, HDL, dat staat voor High Density Lipoprotein. En dat goed cholesterol kan vetten uit de vaatwand opnemen. En vervolgens terugtransporteren naar de lever en naar de darmen. En dan wordt het uitgescheiden. En dat proces heet Reverse Cholesterol Transport. En we hebben slecht cholesterol, LDL. En LDL draagt bij aan dat ziekteverloop. LDL hoopt op in de vaatwand en veroorzaakt dat ziekteproces. Maar goed, die cholesteroldeeltjes, dus cholesterol is een molecuul. Heel veel van die cholesterolmoleculen, 200, 300, zitten in één zo'n lipoproteïne nanodeeltje, wat u net zag in die animatie. Nou, dat zijn lichaams-eigen nanodeeltjes en die kunnen wij inzetten. Zoals ik al eerder heb gezegd, wij plagiëren veel, wij kijken wat er in de natuur gebeurt en we proberen die concepten na te maken. In dit geval willen we HDL, dat goed cholesterol, nog beter maken. Een van mijn hobby's, naast wetenschap en naast nanotechnologie, is het maken van whiteboard animaties in het lab. In mijn kantoor in het lab. Wat u hier ziet is een bloeddonor. Die bloeddonor die geeft bloedplasma. Even een pleistertje. En dan vervolgens gaan wij dat bloedplasma onderwerpen aan hele langdradige en hele saaie centrifugatieprocessen. Nou, het lijkt hier 20 seconden te duren, in realiteit duurt dat een week. We hebben echt ploegendienst in het lab, waar we liters bloedplasma centrifugeren en daar die HDL, dat goed cholesterol, uit isoleren. Dat ziet u hier. En dan hebben we dat goed cholesterol deeltje. En dan kunnen we met methoden die we in het lab hebben ontwikkeld, kunnen dat deeltje uit elkaar halen. We kunnen vervolgens een medicijn instoppen en dan weer terug in elkaar zetten. En wat we dan hebben is een nanodeeltje, een lichaams-eigen nanodeeltje, dat er van buiten uitziet als iets lichaams-eigen en dat het lichaam dat ook goed zal accepteren. En van binnen zit een medicijn, een soort nanopaard van Troje.
Nou, dan ga ik u nog een animatie laten zien. Dit is geen bloeddonor, maar dit is een patiënt met vergevorderde aterosclerose in de kransslagader, het hart van de patiënt. En met nanodeeltjestherapie. Moet zich realiseren dat wij niet één nanodeeltje injecteren. Dat gaat echt om miljarden nanodeeltjes. Die gaan we dan intraveneus toedienen. Via een veneus bloedvat. Moet je goed opletten. Kijk eens aan. Nou, die plaks zitten in de bloedvaten, dus die zijn direct toegankelijk. Moet je weer even opletten. Dan gaan we een kransslagader met vergevorderde aterosclerose gaan we uitvergroten. En dan ziet u die nanodeeltjes migreren naar de plak. Die natuurlijke eigenschappen van die nanodeeltjes zorgen er ook voor dat ze automatisch die plak targeten. En dan wachten we even en dan verdwijnt die plak. Nou, dan kunt u zeggen, ja, dat is leuk Willem, die whiteboard animaties kun je alles manipuleren. En ik ben inderdaad ook wel heel erg goed in het behandelen van ziekte op mijn whiteboard. Maar ik ga u nu laten zien dat we dit concept werkzaam hebben gekregen in muizen. We hebben twee hele uitgebreide studies gedaan de afgelopen 7 jaar. En wat u hier ziet is een CT-scan. Je ziet die bordjes van die muis. En daar overheen geprojecteerd is een andere scanner, dat heet Fluorescence Molecular Tomography, dat kunt u vergeten. Maar daarin kunnen we de ontsteking in de vaatwand kwantificeren en afbeelden. Nou, die linkermuis die is behandeld met een placebo. Die rechtermuis met vergevorderde aterosclerose is behandeld met onze nanotherapie. En wat u ziet is dat er een enorme afname is in die ontsteking. En dat kunnen we laten zien in een levende muis. Nou, als we dan vervolgens met een microscoop die vaten van die muis gaan analyseren, dan ziet u dat aan de linkerkant in rood er ontzettend veel ontstekingscellen in die vaatwand zitten. En dat zijn die cellen die die vaatwand kapot maken en die ervoor kunnen zorgen dat die vaatwand gaat ruptureren en dat er een herseninfarct of een hartinfarct ontstaat. Na een 1 week behandeling met die nanotherapie, die muis rechts, dan ziet u dat er nauwelijks nog ontstekingscellen in de vaatwand zitten. En we hebben dat gekwantificeerd, dan maak ik microscopische secties en dan kijken we naar 5000 van die secties. En dan hebben we gezien dat kwantitatief vastgesteld dat 80% afname is in slechts 1 week behandeling. En dat is heel relevant, dat is heel spectaculair, dat hebben we ook in goede tijdschriften gepubliceerd gekregen. Maar het blijft een muismodel. Die muizen ontwikkelen niet vanzelf hart- en vaatziekten. Daarvoor zijn ze genetisch gemodificeerd. We geven ze dan heel lang een hoog cholesterol dieet. In het lab noemen we dat het McDonald's diet. En dan over een periode van 14 tot 20, 25 weken ontwikkelen die aterosclerotische plak. Om het nou relevanter te maken en meer transleerbaar voor patiënten, zijn we momenteel bezig, en zijn we echt nu mee bezig, gisteren is de laatste scan afgerond, het varkensmodel voor aterosclerose. Nou, waarom een varkensmodel? Qua formaat lijkt een varken iets meer op een patiënt. Muizen wegen ongeveer 30 gram. Een varkens, in ieder geval de varkens die wij gebruiken, zijn 30 kilogram. En dat is dus een factor 1000 verschil. Dat is veel dichterbij hoe humane aterosclerose verloopt. De grootte van die vaten is ongeveer vergelijkbaar. En er zijn dan ook varkens beschikbaar die van nature die aterosclerose ontwikkelen. Brengt wel enorm veel problemen met zich mee, omdat die experimenten zijn veel duurder, veel ingewikkelder. We kunnen niet dezelfde soort imaging op loslaten. En daarom hebben we methoden ontwikkeld om met MRI, weet u wat MRI is? Met MRI kunt u beelden maken van de binnenkant van het lichaam, van het menselijk lichaam. Maar de MRI-scanner weet niet dat er een varken in ligt, dus dat kunnen we ook van een varken doen. We kunnen CT-scan. Met MRI zien we vooral zachte weefsels. Spieren, hersenen kun je heel mooi zien. De vaten kun je ook mooi afbeelden. Met CT kun je vooral harde weefsels goed afbeelden. Dus dan kun je mooi botten zichtbaar maken. En wat we daar combineren met zogenaamde PET-scans. En met die PET-scans kunnen we de nanodeeltjes zelf afbeelden. Nou, wat ziet u hier nou? Dit is een MRI-scan van de onderbenen van die varkens. Nou, en als we dan die nanodeeltjes injecteren, die nanodeeltjes hebben we gelabeld, dan kunnen we ze terugvinden. En dan kunnen we kijken of ze in die aterosclerotische plak terechtkomen.
Kijk, en dan ziet u hier een CT-scan. De botten in het onderbeen van de varken zijn heel, heel duidelijk, hè. Ze zijn heel helder, die witte delen. En in geel en rood ziet u opname van nanodeeltjes in de bloedvaten. Nou, dit heet een cross-section, hè. Dat is dus één plakje, hier ongeveer, door de benen van dit varken. Maar we kunnen dit ook driedimensionaal afbeelden. En dan ziet u die lijntjes, die bloedvaten zitten. En om die bloedvaten al die rode vlekjes. En dat is het ophopen van onze nanotherapie in de aterosclerotische plak van die varkens. Nou, wij weten nou met behulp van deze scans en met behulp van deze studie dat die nanodeeltjes ook in de varkens, in de aterosclerotische plak van die varken ophopen. Ja, we weten alleen nog niet of het ook therapeutische werking heeft, want dit hebben we echt net afgerond, deze studie. Nou, wat ik dus heb laten zien is dat we cholesterol wordt in het lichaam vervoerd als een nanodeeltje, hè, dus niet als een molecuul, maar als een nanodeeltje. Dat is een complex nanodeeltje dat bestaat uit cholesterol en lipoproteïne. En dat is een soort aggregaat dat een nanodeeltje vormt. We hebben goed cholesterol, high density lipoprotein. We hebben slecht cholesterol, low density lipoprotein. Dat goede cholesterol proberen wij in het lab nog beter te maken door er medicijn aan toe te voegen. En wij gebruiken goed cholesterol, dan een soort 007, om die aterosclerotische plak te genezen. En hart- en vaatziekten daarmee heel efficiënt te kunnen bestrijden. Waarom is dat relevant? U zult zich ook kunnen bedenken dat we niet mensen, dus een lang ziekteproces, zomaar gaan selecteren om die met nanotherapie te behandelen. Maar als iemand een herseninfarct heeft ondervonden, of als iemand een hartinfarct heeft ondervonden, dan binnen 3 jaar heeft 20% van die patiënten weer een herseninfarct of een hartinfarct. Dus wat ons doel is uiteindelijk in patiënten, en dat gaan we hopelijk met die klinici op het AMC doen, is om patiënten die zijn opgenomen na een klinische episode, dus na een herseninfarct, na een hartinfarct, om die met deze hele efficiënte therapie te behandelen, om zo te voorkomen dat ze nog een herseninfarct of een hartinfarct krijgen. Nou, dan ga ik in het volgende college ga ik u confronteren met geestverruimende nanodeeltjes.